schrijf het in uw boek. U kent mij. Goedemorgen, alle heren, en van harte welkom bij deze kerkdienst op RTV NOF. Wat fijn dat je weer mij is meisjurgen en harkje via televisie, internet, social media en radio. Het is een bijzondere dienst voor u, want het is voorlopig de laatste kerkdienst die wij via deze wij bij jou brengen.
De overheid had ooit dat de maatregelen voor bijeenkomsten weer versoepelen worden, dat we weer met meer mensen bij me kunnen komen. En zoende vakantie liet het dus een goed moment om in ieder geval uw eigen kerken ook weer op te zieken. Dus na deze week dan kun je in ieder geval ook weer je eigen gemeente ontmoeten. Maar zover is het nog net. Eerst deze kerkendienst op deze 28 juni 2020. Voorganger is dominee Anne Elverdink van Jestermar. We hebben een tier geweest dat hij van een bij ons bent. En ja, ze krijgt al jet de zanggroep Jair. Zij doggen de muzikale invulling tijdens de dienst. Tijdens deze dienst ken je ook weer Jan om de collecte. Zaten we dat vorige week ook die in haar zilde collecte wijzen ter bestrijding van de onkosten voor de verbindingen. RTVNOF is een vrijwilligersorganisatie die alles graag bij jou thuis brengt wat er in de regio bad. Maar de verbindingen, ja, daar kunnen we jouw bijdrage wel in broeken. Dus die bevelen we van harte al bij jou aan. En verderop in deze dienst zal daar nog meer over verteld worden. Voor nu rest mij om jou een hele goeie, een hele noffelijke, maar vooral gezegende tjinsta te wensen. Als een hert dat verlangt naar water. Dat zijn woorden uit Psalm 42. Evenals een moede hinde of het hijgend hert der jacht ontkomen. En ik moest even denken aan die psalm, ook in het kader van deze weken. En dat we vanaf volgende week weer in de kerk samen mogen komen. In die psalm staat namelijk in vers 5... Weemoed vervult mijn ziel... Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestvierende menigte, juichend en lovend. Weemoed. Nou, ik heb er ook wel een beetje dat ik er weer zin in heb om vanaf volgende week met de gemeente, ook de kerkgangers weer onder mijn gehoor en in beeld voor mij ook, dat weer kan. Ik heb dat gemist vanaf halverwege maart. Maar tegelijk denk ik van ja, hier staat dan van hoe ik meeliep in een dichte drom. Nou, dat mag voorlopig dus nog niet. Die anderhalve meter zullen we in acht moeten blijven nemen. En ook als er staat een feestvierende menigte, juichend en lovend. Ja, ook dat kan dan voorlopig nog niet. En ik mis dat zelf wel heel erg, het zingen in de kerkdienst. Alhoewel... luisteren naar prachtige muziek is ook al geweldig. Nou, fijn dat het vanaf volgende week weer kan.
samenkomen. Als kerkmensen samenkomen rondom het woord. Maar fijn dat het ook vanmorgen kan dat we zo met elkaar verbonden zijn. En we willen ons samen zijn ook vanmorgen opdragen aan de Heere God. En daarom spreken wij uit dat wij onze hulp verwachten van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En dan mogen we elkaar groeten met genade en vrede voor u, voor jou, van God de Vader en van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen lezen over Stefanus uit hoofdstuk 6 en 7 van het boek Handelingen. En van Stefanus wordt gezegd dat hij een man was vol van de Heilige Geest. We komen dat een paar keer van hem tegen. Vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat heeft alles met Pinksteren te maken. En ik heb dat met Pinksteren ook wat uitgebeeld in de eigen gemeente. En ik wou dat vanmorgen ook doen. Wat is eigenlijk het werk van de geest van Pinksteren? Nou, ik heb van de koster even een glas met heet water gekregen. En ik wilde eigenlijk in plaats van een glas water alleen maar vanmorgen wel even thee. Om de stem zo nu en dan even te smeren. Dus ik heb even een theezakje meegenomen. En kijk, als ik dat theezakje in een koud glas water zou onderdompelen, ja, dan verandert dat water niet zo erg van kleur. Het water moet eerst warm gemaakt worden, heet. En dan krijgt het wel een kleurtje. Het alderhietste is er alweer een beetje oordouwen, hè? Maar goed, een peker op een del, dan krijgt het wel een kleurtje. Nou, dat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons hart verwarmen, zodat de woorden van Jezus, als we die horen, dat die hun sporen nalaten in hun leven. Dat ons leven een beetje de kleur van Christus krijgt. Dus dat doet de Geest. Ons hart verwarmen, zodat wij, ja, op Jezus gaan lijken, van hem overnemen. En ik had nog een ander beeld. Ik drink mijn thee graag met een beetje suiker erin. En dan kan ik die suiker kan ik er gewoon in doen en vervolgens mijn glas thee opdrinken, maar dan zal ik weer niet zo heel erg veel van die suiker merken. En daarom heb ik ook even een lepeltje hak mijn om, bedoeld om die suiker er doorheen te roeren. En ook dat zou je het werk van de Heilige Geest kunnen noemen. Die wil ook het evangelie door ons leven heen roeren. Want we kunnen op zondag naar de kerk komen en een preek horen, samen zijn in Gods huis. Maar als dat blijft bij dat uurtje op zondag, dan is het net als de suiker die onderin het glas blijft liggen. Het moet door ons hele leven heen geroerd worden, zodat het doorwerkt ook in ons leven door de week. Nou, dat is het werk van de geest van Pinksteren. Stefanus, vol van de Heilige Geest. Zijn hart verwarmd, zodat Jezus invloed had op zijn leven. En dat in zijn hele doen en laten dat te merken is. En die geest wil dat doen, ook aan ons. Wil zo ook in ons werken. De geest van Pinksteren die ons vervult. Zullen we samen ook bidden om de leiding van die geest in deze dienst. Heere God, wij danken u dat we ook vanmorgen rondom uw woord samen mogen komen, verbonden met u en met elkaar ook via internet. Wij danken u voor de weg die u met uw kerk wilt gaan, al vanaf het vroegste begin in de boek Handelingen. Maar zo mogen we geloven, dat loopt nog altijd door tot in onze tijd. Het is diezelfde geest waaruit wij leven. Het is dezelfde Heer die wij willen volgen. En dan bidden wij uw Heilige Geest,
Dat we zo ook die woorden uit het boek Handelingen vanmorgen zullen lezen en verstaan als woorden. Dit gaat over ons. En dit gaat over de weg die u met ons wilt gaan. Heer God, wij bidden. Zegen zo ook vanmorgen de bediening van uw woord aan ons. In Jezus' naam. Amen. We gaan dan luisteren weer naar Jair.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dat is een mooie opmaat ook voor de lezing van morgen. Want we gaan lezen over Stefanus uit Handelingen 6 en 7. En ook ten aanzien van Stefanus wordt verteld dat hij een man was vol van de Heilige Geest. Want als ze in de eerste gemeente zoeken naar mensen die verschillende taken in die gemeente kunnen vervullen, dan staat er eerder in Handelingen 6 staat dan dat ze zochten naar mensen die goed bekend stonden en vervuld waren van de Heilige Geest. En verderop, dan wordt Stefanus gekozen en dan staat er van Stefanus: ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Nou, over die Stefanus gaan we dan lezen vanaf Handelingen 6, vers 8 tot 15 en het slot van hoofdstuk 7, de versen 54 tot en met 60. Handelingen 6, allereerst vanaf vers 8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Nou, dan gaat het er in hoofdstuk 7 verder mee dat Stefanus een hele preek eigenlijk houdt. Hij begint bij Abraham en Mozes en de profeten uit het Oude Testament die al een Messias beloofden. En uiteindelijk komt hij uit bij die Messias, bij Jezus, en zegt: en die hebben jullie gedood. En dan lezen we verder vanaf hoofdstuk 7, vers 54. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Dit gedeelte dus vanmorgen. En ik heb de preek als thema meegegeven: famous last words. Beroemde laatste woorden. En dat ook gekoppeld aan die laatste woorden van Stefanus, die daarbij trouwens zijn Heer en Heiland Jezus navolgt. Eigenlijk precies hetzelfde zegt. In uw handen beveel ik mijn geest, ontvang mijn geest en reken hun deze zonde niet aan. Famous last words. Lieve mensen, volgelingen van Jezus Christus, van verschillende bekende namen uit de geschiedenis is ons overgeleverd wat hun laatste woorden waren.
Zo zei Willem van Oranje toen hij in 1584 door Balthasar Gerards vermoord werd. Hij zei: Mon Dieu, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple. Mijn God, heb medelijden met mijn ziel en met mijn arme volk. De grote componist Beethoven, die zei op zijn sterfbed: Vrienden, applaus, de komedie is voorbij. Karl Marx, de grote voorman van het socialisme, die schijnt gezegd te hebben: Laatste woorden zijn voor dwazen die tijdens hun leven niet genoeg gezegd hebben. Van Bob Marley kwam ik op internet tegen: Met geld koop je geen leven. En de laatste die ik noem is moeder Teresa. Toen zij in 1997 op 87-jarige leeftijd kwam te overlijden aan een hartstilstand, toen waren haar laatste woorden: Jezus, ik hou van je. Jezus, ik hou van je. Famous last words, beroemde laatste woorden. Nou, die komen we ook tegen in onze lezing vanmorgen uit de mond van Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Heer Jezus, ontvang mijn geest en reken hun deze zonden niet aan. Stefanus is daarin niet origineel. Het is geen dichterlijk literair hoogstandje. Nee, ook in zijn laatste uur volgt hij Jezus zijn Heer na. Jezus op zijn beurt was trouwens ook al niet oorspronkelijk of origineel. Nee, Jezus vond in het uur van zijn sterven hou vast in woorden die hem aangereikt waren vanuit de psalmen. En wat zulke woorden uit de schrift, liederen uit de schrift, maar ook uit andere liederen ook nog voor ons kunnen betekenen, daar hoop ik aan het einde van de preek bij uit te komen. Voor de preek dat lied: Heilige Geest, vervul opnieuw mijn hart. Nou, van Stefanus hebben we dus al gelezen dat hij vol was van die geest. Het wordt al vermeld als hij gekozen wordt samen met 6 anderen voor een bepaalde taak binnen de gemeente. Ze zoeken dan mensen die goed bekend staan en vol zijn van de Heilige Geest. En als Stefanus die voldoet dus aan die functie-eisen, zeg maar. En dan vinden ze hem, een man, vol van de Heilige Geest. Ja. En we lazen in hoofdstuk 7, in het laatste uur, bij zijn sterven. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, richtte zijn blik naar de hemel. Steeds weer vol, vervuld van. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij Ananias en Safira, die zich beter voordeden dan ze in werkelijkheid waren. Die deden alsof ze nog meer geschonken hadden dan ze in werkelijkheid schonken. Tegen hem, tegen Ananias, zegt Petrus: Ananias, hoe heeft de Satan jouw hart kunnen vervullen? Dus niet de geest, maar de grote tegenstander van God die zijn hart vervulde. Bij Stefanus zijn we gelukkig weer terug in het goede spoor. In het spoor van de geest van Pinksteren. En wat doet die geest van Pinksteren? Nou, in het beeld van de kop thee. De geest verwarmt ons. Geeft kleur en smaak aan ons leven. Zodat we steeds meer Jezus volgen en op hem gaan lijken. Dat we in het spoor van Jezus worden getrokken. En bij Stefanus is dat het geval. Want als je erop let, Handelingen 6 en 7. Wat lijkt wat daar van Stefanus wordt gezegd. Wat lijkt dat toch sprekend op wat er in het slot van de evangelieën over Jezus wordt gezegd. Trouwens, Jezus weet dat zelf in het evangelie ook al op. Hij zei al, een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn meester. En een slaaf om te worden als zijn heer. Nou, Stefanus wordt als zijn heer. Gaat de weg die zijn heer ook ging. Want ook van Stefanus lazen we dat hij gevangen wordt genomen. Dat hij voor het Sanhedrin moet verschijnen.
Dat er valse getuigen zijn die zeggen dat hij zich afzet tegen de wet van Mozes en tegen de tempel. Dat hij zelfs gezegd zou hebben van nou, die tempel kan wel afgebroken worden. En wat we lazen in Handelingen 6. Wat lijkt dat erg op het proces ook tegen Jezus? Dat lijkt op elkaar, maar met name ook de laatste verzen van hoofdstuk 7. Als Stefanus gestenigd wordt. Juist ook daar gaat Stefanus de weg van de navolging. Volgt hij zijn Heer. En ik vind het mooi om dat te lezen. Mooi om te lezen dat Stefanus in het uur van zijn sterven de hemel al open mag zien. Soms hoor ik dat ook in het pastoraat. Van mensen die bij wijze van spreken al even door het sleutelgat mochten kijken. En die bevestigen, ja dominee, er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Ook Stefanus mag Jezus al zien als de gekruisigde en opgestane, maar die nu heerst en regeert. En Stefanus die ziet hem niet zittende ter rechterhand Gods, maar staande aan Gods rechterhand. En vol van de geest roept hij in het uur van zijn sterven, ik zie een poort wijd openstaan, ik zie de hemel open, ik zie Jezus. Vorig jaar had ik in de auto regelmatig een cd opstaan van Lauren Daigle. Die had vorig jaar een hit met het nummer You Say, prachtig nummer. Dus ik besloot die cd eens aan te schaffen. En op die cd staat ook een heel mooie gospelklassieker. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Richt je oog op Jezus, dan zullen heel veel andere dingen betrekkelijk worden. Nou, Stefanus richtte zijn ogen in de woorden van Psalm 25 opwaarts om op God te letten. Ook in het uur van zijn sterven. En dan komen we bij de laatste woorden die hij spreekt. Zijn famous last words. Maar zeggen, die woorden zijn niet origineel en niet uniek. Hij neemt ze over. Ja, ook hierin volgt hij Jezus na. Jezus, die bad in het uur van zijn sterven, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bij Stefanus is het, Heer Jezus, in uw handen. En er is dat gebed. Dat gebed voor degenen die hem stenigen, die hem de dood aandoen. Ook daarin volgt Stefanus zijn Heer en Heiland na. Vader, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Het nieuws vandaag de dag meldt zo nu en dan van hoe moslim-extremisten als martelaren het leven laten, bijvoorbeeld bij een zelfmoordaanslag. Maar het grote verschil tussen dat en wat Stefanus doet, is bij moslim-extremisten komt het voort uit diepe haat tegen het Westen. Bij Stefanus is dat anders. Hij zweert geen wraak, hij schreeuwt niet om vergelding, maar vraagt juist om vergeving voor wie hem de dood aandoen. Stefanus, in de woorden van een bekend gezang, voor alle heiligen in de heerlijkheid, hem is de prijs, de lauwerkrans, de kroon. Stefanus betekent ook krans. Stefanus volgt Jezus na. En dan is mijn vraag vanmorgen, kan ik? En de vraag aan u, aan jou, kun jij? Kunnen wij dat ook, als het erop aankomt? Kijk, wij worden in Nederland niet meer vervolgd om ons geloof. Hoewel, als je er echt ernst mee maakt om voor je geloof uit te komen en Jezus te blijden, dan zul je nog de nodige tegenspraak of tegenwerking, misschien soms hoongelach, zul je moeten incasseren. Maar vervolgd worden we niet. Wel zullen we allemaal eenmaal klaar moeten zien te komen met de eindigheid van ons leven. En zou dan ook bij ons een geloof, een diep vertrouwen als dat van Stefanus, zou dat ons einde kunnen stempelen?
zou het ook bij ons kunnen? Vergeven waar je door anderen tekort gedaan werd, bijvoorbeeld rond een erfenis of andere zaken die bij een familie of kennissenkring kunnen spelen of hebben gespeeld. Kunnen we dat dan loslaten? Of blijf ik tot het einde toe vol wrok en haatdragende gevoelens? En kun je dit tijdelijke leven met alles wat ons daarin lief en dierbaar is, en ik besef hoe dierbaar vooral mensen je kunnen zijn, maar kunnen we dat loslaten in vertrouwen dat je zelf voor de eeuwigheid vastgehouden wordt? Vader, in uw handen leg ik mijn leven. Kan ik dan het leven dat ik van de Schepper te leen kreeg, eenmaal dankbaar ook in zijn handen terugleggen? En je zou willen dat dat voor iedereen pas zou moeten wanneer je in de 80 of in de 90 bent, maar ook als het jonger is. Kijk je alleen naar alles wat je mist, misloopt? Of kun je ook kijken naar alles wat je gegeven mocht zijn? Of wat nog belangrijker is, kun je net als Stefanus de blik naar boven richten, op Jezus. Turn your eyes upon Jesus. En wat zouden voor ons helpende, steunende woorden kunnen zijn in die laatste momenten? En dan denk ik niet aan pakkende, diep doordachte teksten, heel mooi geformuleerd. Nee, wat dat betreft zou Karl Marx wel eens gelijk kunnen hebben. Hè? Laatste woorden zijn voor dwazen die tijdens hun leven niet genoeg gezegd hebben. Nee, het hoeft niet origineel en heel bijzonder. Denk eerder aan woorden die anderen alles bedacht, gezegd, opgeschreven hebben. En dat wij ons daaraan kunnen optrekken. Jezus, en in navolging van hem Stefanus, die citeerde de psalmen. Psalm 22, psalm 31. Een psalm die ik regelmatig ook wel met mensen lees in de laatste fase, is psalm 43. Een van de coupletten daarvan in de berijming. O Heere God, kom mij bevrijden. Zend mij uw waarheid en uw licht, die naar uw heilige berg mij leiden, waar gij mij woning wilt bereiden. Goed en waardevol vind ik ook dat in het nieuwe liedboek, dat zijn de liederen vanaf 947 tot 954, dat daar ook teksten worden aangereikt, liederen die ons kunnen helpen in de laatste levensfase. Ik wil er eentje lezen. De eerste couplet van lied 951. Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt en al mijn levensdagen heeft gestraald. Ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet. Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed. Je zou je ze eens na kunnen lezen, op je in laten werken. Daarmee hoef je niet te wachten totdat het zover al is. Lees ze nu alles. Woorden voor de laatste fase. Om die onder ogen te zien, om er doorheen te zien. Een lied dat ik in het pastoraat ook wel eens gebruik, is een lied van de Duitse dichter dominee Paul Gerhardt. Zijn naam is vooral ook verbonden met het lied Beveel gerust uw wegen. Ook een prachtig lied trouwens. Vaak klinkt in die liederen van Gerhardt klinkt een heel diep en innig geloofsvertrouwen door. Bonhoeffer las ze in de gevangenis. Ik zing ze ook graag. En een hele bekende van hem is ook het lied O hoofd vol bloed en wonden. Een lied dat we zingen op een van die prachtige melodieën uit de Matthäus Passion van Bach. Van dat lied lees ik zo nu en dan ook enkele coupletten met mensen in de laatste fase. Wanneer ik eens moet heen gaan, ga gij niet van mij heen. Laat mij dan niet alleen gaan, niet in de dood alleen. Wees in mijn laatste lijden, mijn doodsangst mij nabij. O God, sta mij terzijde, die lijdt en sterft voor mij. En het volgende couplet. Wees gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust. Liederen die je kunnen helpen, een houvast aanreiken. En het laatste mooi lied dat ik wil noemen is lied 512 uit het liedboek. O Jezus, hoe vertrouwd en goed. Dat is trouwens een lied van iemand die in het verleden kapitein is geweest op een schip dat slaven van Afrika naar Amerika vervoerde om daar te werken op de plantages. En misschien dat sommigen zouden zeggen, het standbeeld van zo'n man moet je onmiddellijk omverhalen. En liederen van zo'n man moet je niet meer willen zingen. Maar ik denk dan, wacht even, want deze kapitein van een slavenschip bekeerde zich later en werd predikant in de buurt van Londen. En toen hij met zijn gezin daar in de pastorie woonde, kwam er een tijd lang een zekere William kwam bij hen logeren. En die William die raakte diep onder de indruk van dominee Newton en hoe hij in het leven stond, van zijn preken en van de gespreksgroepen daar bij hen aan huis in de pastorie. En later zou deze William, zijn achternaam is Wilberforce, die zou lange jaren in Londen in het parlement zitten. En hij werd de grote pleitbezorger voor afschaffing van de slavernij. En daarbij was voor hem een grote inspirator die oude dominee John Newton. En zijn verhalen uit de eerste hand over de verschrikkingen van de slavenhandel. Deze John Newton is ook de dichter van het lied, heel bekend lied, Amazing Grace. Genade zo oneindig groot. Het lied dat later gezongen werd op een melodie die bij negerslaven in Amerika zeer geliefd was. Nou, naast dat lied Amazing Grace is ook het lied How Sweet the Name of Jesus Sounds is van deze John Newton. En ook daarin prachtige woorden die je kunnen helpen. Het begint met, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Maar in de laatste coupletten komen dan zinnen voor als, als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. En als eens mijn laatste adem stokt, dan draagt mij uw muziek. Woorden die ook mij wel eens geholpen hebben in mijn werk, in het pastoraat, bij het leiden van begrafenissen, dat je ook dat gevoel kon hebben. Dan draagt mij uw muziek. Bijzonder. Dat Stefanus, de eerste martelaar van het christelijk geloof, dat hij sterft met de woorden van Jezus op zijn lippen. Bijzonder, maar bijzonder ook als mensen de eeuwen door en ook tot in onze tijd met een zekere rust en met de stille hoop en het vurige verlangen naar het eeuwig leven dit leven los kunnen laten. Vertrouwend dat de opgestane en levende Heer hen vasthoudt en draagt tot in zijn land van eeuwig licht. En wat zouden voor ons fameuze laatste woorden kunnen zijn? Woorden die ons houvast en uitzicht geven, die ons kunnen dragen tot voorbij de laatste grens. Wat kunnen voor jou, voor mij, voor u zulke woorden zijn? Waar vind jij houvast, uitzicht, in Jezus' naam? Amen. We gaan dan weer luisteren naar de zanggroep Jair. Die zullen twee liederen voor ons, voor God, zingen. Het eerste, Groot is uw trouw, o Heer. En het tweede, Kroon hem met gouden kroon. Zanggroep Jair.
Dan nou aandacht voor een oor, wichtig onderdeel van de tjenst. Want we komen in kerken net alleen maar om wat te helpen, inspiratie, ons hart op helpen. Maar we komen ook om wat te brengen. Ons lof aan God. Maar ik om te dealen met elkaar. Collecte is ik altijd een wezenlijk onderdeel van de tjenst. En de collecte is deze keer voor RTV NOF. Die de Arneman deze uitsturing mogelijk maken had. En daar binnen kosten aan verboen. Kosten vooral ik voor het uitsturen via internet, het streamen. En het is prachtig dat het Arneman zou koeien. Maar ja, wanneer dit wel de zinnen van Gods genade op. Maar een hulp rotte oren dingen net. Nou weten we dat God de bliermoedige schenker leef had. En bliermoedige jouwers binnen je ik wel. Tenminste, ik had al een weekend kwam ik het voorbij in de kranten. Dat deze uitsturingen, dat er collecteerd is van Beautiful Gate van Toby en Aukje Brouwer. En van Good News South Africa van Theo en Jenke de Jonge. En dat dat het prachtige bedrag opbracht van 100.000 euro. Geweldig. Mijn complimenten daarvoor. Nou ja, RTV NOF hoeft geen 100.000. Maar een paar duizend zou wel mooi wezen. En het zou teleurstellend wezen dat het maar een paar honderd al ophoudt. Als we dankbaar binnen voor de uitsturing van de Arneman, maaien we die dankbaarheid ik wil wat blikken litten in de collecte. En op die collecte ik nog een taaljochting in een filmpje. Een paar maanden geleden gingen we op zondagmorgen naar de kerk. Maar door de corona mag dat niet meer en dat weten we ook allemaal, dat begrijpen we ook. Als je nou in de kerk komt, is de kerk leeg. Waar is de kerk? Maar er is nog wel een kerk. De kerk is nu thuis. In de huiskamers. En dan moet je onwillekeurig denken aan wat Paulus zegt tegen de Korintiërs. Die hadden ook overal tempels, maar dan zei hij: weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest in u woont? De kerk is nu thuis, verspreid over de huiskamers. Toen de coronacrisis net begon, toen bedachten we, hoe kunnen we de mensen thuis, de kerk thuis, nu helpen? Vrijwilligers van RTV NOF sprongen er meteen in. Wij willen jullie wel helpen door op zondagmorgen een kerkdienst uit te zenden. En dat zijn we gaan doen, met de hulp van allerlei mensen. En al heel snel werd deze kerk, de Verbindingskerk in de Westrijn, werd de studiokerk en voorgangers uit allerlei verschillende kerken, verschillende plaatsen gingen voor en brachten het evangelie bij u thuis. En om dan maar man en paard te noemen, verbinding kost geld. En dat hebben we nodig. We hebben al deze weken met elkaar deze uitzendingen gemaakt. En nu moet ik u toch vragen, zou u dat financieel willen ondersteunen? Achteraf. RTV NOF zijn vrijwilligers en de verbindingskerken hebben we gratis ter beschikking gesteld. Maar er zijn kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de verbinding, voor de bandbreedte die op het internet beschikbaar moet zijn. We willen u vragen, zou u dat willen ondersteunen? Want op dit moment komen we geld tekort. Dus als u allemaal wat doet, dan betalen we met elkaar wat we de afgelopen weken aan kerkdiensten hebben kunnen genieten. Hartelijk dank daarvoor. De collecte dus, van het BM onbevolen. Wij gaan er nou verder met de dank en voorbeden. En daar ga ik ook over in het Nederlands. En even kort iets daarbij, want de afgelopen maanden met het coronavirus waren ook voor mij ingrijpend anders. Bezoekwerk lag voor een heel groot deel lag dat stil. Er was wel een enkele begrafenis. Dat kon dan in besloten kring, maar dat was ook allemaal anders. En ik had ook de tijd om wat boeken nog te lezen. En zo had ik één boek van Tim Keller over bidden. En ik kwam daarin een mooi beeld wel tegen. Hij zei daarover, bidden is iets anders dan flessenpost. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi. Dat zette mij wel aan het nadenken. Bidden is iets anders dan flessenpost. Want flessenpost, ik heb er een voorbeeldje van meegenomen. Ik heb een briefje opgesteld met daarop SOS. Stuur onmiddellijk hulp. En dan
mijn naam erop, Anne Elverdink, eerste mar. En we waren in mei op vakantie op Terschelling, even een weekje. En stel dat ik hem in de Waddenzee had gegooid, deze flessenpost. Dan is maar de vraag of iemand ooit die fles gaat vinden. En stel dat hij hem dan al de moeite neemt om hem open te maken en te lezen wat erin staat. Dan SOS zal hij wel begrijpen. Maar Anne Elverdink, eerste mar. Ja, misschien dat het heel toevallig een bekende is dat hij nog contact met me opneemt. Maar de kans is heel groot dat hij zegt, nou, ik ken die man niet. Het boeit me ook niet. Nou, zo zou bidden ook iets kunnen zijn van, nou, ik lanceer maar wat. Hopen dat er ooit iemand daarboven dat hoort. En hopen dat hij er nog iets mee doet ook. En Kelder zegt, nou, dat is het bidden dus niet. Jezus leerde ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Ons gebed is gericht, het is niet maar een slag in de lucht. Nee, het is onze hemelse Vader aanspreken. Op wie hij voor ons wil zijn. En hem vragen ons te helpen. Hem danken voor al het goede dat hij geeft. Iets anders dan flessenpost, een losse vlodder. Zullen we samen bidden. Heere God, in onze gebeden willen we vanmorgen allereerst komen met voorbeden voor uw vervolgde kerk. Voor medechristenen wereldwijd die nog aan den lijve ondervinden wat onderdrukking en vervolging inhouden. Die soms nog, net als Stefanus, hun leven geven omdat ze vasthouden aan de naam van Jezus. Heer God, wij bidden voor hen om volharding en trouw. En wij bidden om uw zegen voor het werk van organisaties als Open Doors en het appel dat zij doen op regeringen. Dat het gehoord mag worden, dat gevangenen vrijkomen en dat christenen ook elders hun geloof mogen belijden en vanuit hun geloof mogen leven zoals zij daarvoor kiezen. Zegen het appel dat Open Doors doet op regeringen, maar ook het appel dat ze doen op ons als kerken, om in onze gebeden deze broeders en zusters niet te vergeten en in dat gebed niet te verslappen. Om trouw en volharding bidden we ook voor onszelf, in een soms tot op het bot geseculariseerde samenleving. Heer God, dat we als kerken, als christenen blijven bepleiten en blijven belijden dat het leven meer is dan alleen het materiële en het horizontale. Dat wij blijven getuigen van Jezus en van u als oorsprong, doel en zin van ons bestaan. Hemelse Vader, we willen vanmorgen bidden voor wie tegen de grenzen van het leven aanlopen door ziekte of door ouderdom. Als je los moet laten wat je zo lief en dierbaar is. We bidden, Heer, dat ze houvast en uitzicht mogen vinden in u. Houvast mogen vinden in woorden uit de Bijbel of in teksten van liederen. Teksten die je dragen, optillen boven alle verdriet en tranen uit. We komen met voorbeden voor hen die voor onderzoeken en behandeling naar het ziekenhuis reizen. Om kracht, volharding bidden we. Om genezing en herstel. Heer God, wij danken voor de versoepeling van coronamaatregelen, zoals die ook de afgelopen week er weer mochten zijn. Dankbaar zijn we dat we vanaf volgende week weer in plaatselijke kerken diensten kunnen houden en dat de gemeente daar weer samen mag komen. Dankbaar zijn we ook voor alle technische middelen waardoor we de afgelopen maanden op een andere manier digitaal met u en met elkaar verbonden mochten zijn. Maar we bidden, help ons ook om de komende weken de draad van de kerkgang weer op te pakken. Dat we daar ook met elkaar weer een goede gewoonte van maken, met toewijding aan u en aan elkaar. Ga zo mee met uw kerk, met uw gemeenten. Ga zo mee met een ieder van ons persoonlijk de komende week. Ons gebed is, Jezus, ga ook ons voor, deze wereld door. En u volgend op uw schreden, gaan we moedig met u mee. Ja, dat het ons daarin aan moed en trouw niet zal ontbreken. Amen. Dan ons laatste lied.
En dat is een lied van Sela. Gods zegen voor jou. Als toeleiding ook naar de laatste woorden. De zegen die we aan het einde van de dienst weer mee mogen krijgen. Het lied Gods zegen voor jou. Ja, zo binnen we haast aan de eindkant van al deze diensten. En we zijn blij dat we weer Joods jongen mochten. En wie mij en mij de Heere op wij gingen. En ieder werd weg hinnegingen, werd weg binnen. De Heere let u net al in. Zijn leefde wil u dragen. Hij wil u helpen alle dagen. Zodat we lipje kennen voor hem. Door de kracht van de Heilige Geest. Daarom geeft ik dit lied. God zegen voor jou. Prachtig lied. Gods vrede, Gods zegen voor jou. En dat mogen we ook weer meekrijgen voor ons leven de komende week. Die zegen van God met de woorden van de priesterlijke zegen van Aaron. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u jou zijn vrede. Amen. En daarmee komen we aan het eind van deze kerkendienst. Een bijzondere kerkendienst had ik aan het begin van deze dag al zei.
Want het is voorlopig de laatste kerkendienst die wij uitsturen via RTVNOF, via televisie, via internet, via social media. 16 weken lang gaan wij als vrijwilligers bij jou West om de kerkendienst bij jou te brengen. Eigenlijk stond je een keer, want wie en ik nog de dienst van de Pinkstergemeente. En als afsluiting willen wij heel graag afscheid van jou nemen als vrijwilligers zijnde. En dat doen we om jou zien te letten vanuit welke kerk wij hoofdzakelijk deze dienst maken gaan. Je ziet een lege kerkenzeel achter mij. Dat had het decor West alle weken lang om dat te verzwaren voor jou. Het podium met de band erop, of de muzikale begeleiding, of de organist die daar ziet. Alleenig. Maar toch met jou thuis. En mochten wij met jou de verzwaren dat de diensten een succes waren. Je had een hele prutte mooie reactie doen en daar ben we heel blij mee. Maar we willen jou ook graag zien letten hoe zo'n dienst dan tot stand komt. De techniek bijvoorbeeld die erachter zit. De meesten die dan elke week weer op nij hier op Tierton wijzig binnen. Ik neem een pinnam en dat is gevaarlijk. Freek bijvoorbeeld van de PKN van de West-Rijn. Tige dank. Hij zorgt voor de bewaking dat alles goed bij hem tussen te zien en te jaren weer. Waatse als regie die de verzwaren dat de beelden mooi om kan maken worden. Oenoud, ik van PKN de West-Rijn. Samen met Freek ik verantwoordelijk voor het geloed wat er verzwaren worden. Ik zelfs mocht er ook nog achter de schermen de verzwaren dat de teksten al je goed in beeld kwamen, maar de techniek hier en dat je meisjongen kon. Op deze manier zwaren wij ervoor dat het bij jou goed in de huiskamers terug te kwam en dat je ook genieten kon van de diensten die wij uitsturen. Maar ik van tevoren is het belangrijk om te zien om u voor te bereiden, om ja, toch u welkom te vieren. En dat doen we hier in de ontmoetingsruimte, in het begin van het kerkengebouw hier. Elke week verzamelen we u hier, kunnen we zien, even een bakje koffie. De televisie staat je natuurlijk aan, kunnen we volgen wat er al hier gebeurde. Heel belangrijk. En die techniek is al een paar keer ter sprake geweest. Want het is net samen bij jou thuis op de televisie en op de radio. Je krijgt al een stukje zoen. Maar we tochten je bijvoorbeeld van al je kabels, al je verbindingen. Alles gaat via het internet. Op die manier zwaar je ervoor, samen met de PKN van de West-Rijn, dat alles op een goede manier bij jou thuis in de huiskamer bracht worden koe. Maar dat is het net alleenig. Vanuit deze kerken gaan wij dus 16 weken lang deze uitsturingen maken. En we hier een mooi bakje koffie, thee, een hapje en een drankje. Douwe Douma, de koster, Johan een heel aantal weken bij ons West. Tige dank voor jouw verzwaring. Dat we daar gebruik van meidje konden. Daar ben we heel wie is mij. Maar na deze chance zit het erop. En zwaren we ervoor ja, dat jou toch op een of andere manier. Ja, hoe maakt dat zin ze? Het eindigt hier voor nou. Want de oerhit had aankondigen dat we zo langzamerhand naar ons eigen chance gaan maaien. Naar ons eigen kerken gaan. En daarom willen we heel graag afscheid van jou nemen op deze manier. Want we gaan met tieren wie je ziet al deze chance voor jou verzwaren. Rechtstreeks hier vanuit de verbindingskerken hier in de West-Rijn. En we hopen dat je ook genoten hebt. Dit is de laatste dienst voor nu hier vanuit de verbindingskerken. Wij willen tegen dank zijn aan alle vrijwilligers die ons helpen hebben. Die mij ervoor zorgen dat de diensten goed te zien zijn. De cameramezen bijvoorbeeld. Harm, Lisa, Boukje Hendrika, Erik. Het is altijd gevaarlijk om namen te nemen met meester Vierten. En als ik hem viert, dan wil ik heel graag daar sorry voor zissen. Ik de foto's op RTV NOF, op onze social media, kon je ik altijd heel goed zien. Dank aan onze fotograaf, Erik Visser, ik daarvoor. En dan zorg ik even dat ik nog meester Vierten ben. Maar volgens mij hak ze wat al in haar. Zaken Beerstra natuurlijk ook nog voor de foto's. En ik Willem Kooistra, dank ik voor hem. Want hij zwaarde voor dat de allereerste keer vanuit de Grutterkerke in Kalmerswerg deze startmeidje kon. Wij nemen dus afscheid voor jou. We willen je tegen dankje voor alle chancen die je volgt via onze website. Op rtvnof.nl kun je in de rin van deze dag nog een keer de chance weer omzien. En ik van de jongen van Assanhoeren wil de chance nog een keer weer helpen. Wil je nog Jan onder collecten en ons helpen om de onkosten vooral die verbindingen te bestrijden? Want daar is het vooral voor. Ga dan naar kerkcollecte.com of meid je oor naar het bankrekeningnummer wat je in de rin van deze chance in beeld zien. En dat kun je nog een keer weer omzien op de website. Wij nemen dus afscheid voor jou voorlopig. Of voor nou even, we zullen elkaar ongetwijfeld ergens nog wel eens een keer. Tige dank, ik wens je nog een hele mooie en hele noffelijke, maar heel vooral een gezegende dienst. Doeg. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had.
I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. God, you stood with open arms. Thank you. I was lost and you found me.